stops. Smile through your fears, laughing at life. No road is lonely if you will only lose all your blues, laughing at life. Nu hebben wij de coronaperiode achter de rug. Hoe is die periode voor u geweest? Nou, die is heel goed verlopen. Mijn vrouw heeft mij flink aan het werk gezet. Ik moest al jaren de vliering opruimen. En er was nou een mooie tijd voor. Er staan heel veel dingen, onder andere van 20 jaar jazz at the Beep, staan daar arrangementen voor diverse bands. En dan 4 concerten per jaar, dat was ongelooflijk. Maar het is heel handig om dan later nog weer dingen te gebruiken ook. En ik heb de tijd dus goed besteed. Jij heeft ook nieuwe stukken gecomponeerd, hè? Ja, ik heb een jazz-symfonie geschreven. Dat wil zeggen, er zijn een paar stukken die zijn onderling verwant. Die hebben dezelfde structuur qua akkoorden en melodie ook voor een deel. En dit is in navolging van Duke Ellington, want die heeft nou alle vormen die je kunt bedenken. Suites, dus dat zijn een serie composities over hetzelfde onderwerp. Ik heb dat later ook gedaan met Almelo. Ik heb een Almelo-suite uitgebracht ook op LP. Die is er nog steeds. En daar ben ik altijd mee doorgegaan. Maar dus in dit geval de jazz-symfonie. En die gaan wij opnemen op 7 november. Dan komt er een geluidstechnicus en die dat is iemand uit Staphorst. Johnny Hulst. En die heeft hele goede oren. Dat is mooi meegenomen, toch? Dat is mooi meegenomen, ja. For the way you look at me, and O is for the only one I see, and V is very, very extraordinary, E is even more than anyone that you adore. U had vandaag iemand bij u die u eigenlijk helpt met het conservatorium op jazzgebied, hè? Ja, in zekere zin is het hier begonnen, omdat een vrijwilligster, dat was Monique Heidstra, die zei tegen mij, ik ken een meisje wat heel graag jazz wil zingen, kun jij haar helpen? Ik zeg, laat haar maar komen met haar vader. Ze kwam bij de piano en ik zei, dan speel ik een paar tonen, moet jij dat even nazingen? En ik wist al, na een minuut genoeg, ik dacht, die heeft talent. Dan heb ik haar kennis laten maken met Bessie Smith. Dat is een van de eerste blueszangeressen. En daarna Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Nou weet je, daar kun je je leven lang mee vooruit. Dat is zo. He?